mijn naam is Sabine en wat leuk dat je deze video hebt aangeklikt. Een aantal weken geleden uploadde ik deze video waarin ik jullie vertelde dat ik een aantal nieuwe beautyproducten had aangeschaft. Waaronder wat producten van Weleda van de Skinfoodlijn. En inmiddels gebruik ik deze producten zo'n 2 maanden en leek het me super leuk om aan jullie te vertellen hoe ik het heb ervaren, wat ik ervan vind en of ik deze producten zou aanraden of niet. Als eerste de Skinfood crème van Weleda. Ik heb deze crème aangeschaft om als een soort nachtcreme te gaan gebruiken. Mijn beste vriendinnetje Merel vertelde dat ze dit deed en dat het voor haar echt super fijn werkte en dat zij er heel tevreden mee was. En aangezien ik ook al positieve ervaringen met Weleda producten had in het verleden, was ik heel benieuwd en wilde ik dit ook eens gaan proberen. En ook ik vond het eigenlijk wel een heel fijn product. Het viel me wel op dat het best wel een dik product is en dat het echt niet snel intrekt. Dus voor de nacht vond ik het fijn, maar voor overdag, bijvoorbeeld na het douchen, vond ik het niet echt de fijnste crème. Omdat ik het toch fijn vind als een crème best wel snel intrekt en niet te dik op mijn huid is als het nog dag is. Daarom heb ik na een paar weken de Skinfood Light aangeschaft. En dit is echt een product naar mijn hart, jongens. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Dit is voor mij echt de perfecte crème voor overdag, voor na het douchen. Of als ik 's ochtends merk dat mijn huid gewoon heel erg droog is, vind ik dit echt een heel fijn product om te gebruiken. En begrijp me niet verkeerd, ook de gewone Skinfood vind ik echt ontzettend fijn. Maar dit vind ik echt meer een avondcrème, dat hij gewoon lekker 's nachts mijn gezichtje verzorgt. En dat hij gewoon alle tijd heeft om in te trekken. En dat ik niet, ja, nog actief bezig ben. Dan vind ik namelijk wat fijner om een crème te hebben die heel sneller intrekt. Zoals de Skinfood Light. Ik vind hem zo ontzettend fijn. Hij ruikt lekker, hij trekt snel in. Hij is gewoon lekker dun ook. Ik vind het echt heerlijk om bijvoorbeeld op te doen na het douchen. Maar het is natuurlijk ook maar net wat jouw voorkeur heeft. Als laatste heb ik ook gebruik gemaakt van de Skinfood Lip Balm. En ook over dit product ben ik razend enthousiast. Ik vind het zo ontzettend fijn product. Het is super verzorgend. Ik zag het echt ongeveer dag 1 dat ik het gebruikte, merkte ik direct al verschil. Het ruikt ook super lekker en hij is lekker glossy. Ik weet niet of je het nu kunt zien, ik heb hem nu ook op. Ik gebruik deze zo vaak en ik vind het zo fijn dat hij gewoon verzorgend is. En tegelijkertijd ook gewoon mijn lippen laat stralen en mijn lippen er mooi uit laat zien. Ik ben zelf niet echt van de mega opvallende lipsticks of lipglossen, maar gewoon een beetje shine vind ik wel heel erg mooi. En dat is gewoon echt wat dit product ook voor je lippen doet. En tegelijkertijd verzorgt het ook nog eens. En het ruikt heel lekker. Ik ben hier zo enthousiast over. En het is niet eens razend duur allemaal. Ik vind het echt te gek. Ik had echt verwacht voor deze kwaliteit. Zou ik verwachten dat het duurder zou zijn. Maar het kostte allemaal echt helemaal niet veel. Dus het zijn zeker producten die ik echt aanraad. Ik heb ook van alle producten voor mezelf al voorraad gekocht. Omdat ik er toch best wel snel doorheen ga. Vooral die lipbalm. Dat gaat echt super snel bij mij. Omdat ik het gewoon echt elke dag gebruik. Eén nadeel trouwens wel nog bij de lipbalm. Is dat ik het lastig doseren vind. Ik hou er steeds te veel uit. En dat vind ik dan weer zonde. En ik krijg het niet goed weer terug in die tube. Dus ja, misschien dat het nog eventjes wennen is. Maar ik vind het wel echt lastig doseren. Waardoor ik voor mijn gevoel toch net iets te vaak het een beetje verspil. Omdat ik gewoon, ja, onnodig veel eigenlijk op mijn lippen doe. Maar als we ervan uitgaan dat ik met de loop van de tijd dit wat beter kan inschatten, dan zijn er eigenlijk echt geen negatieve dingen die ik hierover te zeggen heb. Dus mocht je op zoek zijn naar nieuwe huidproducten en ben je geïnteresseerd in de Skinfoodlijn van Weleda, dan raad ik dit absoluut aan. Mocht je houden van een crème die wat sneller intrekt en wat dunner en wat lichter is op je huid ook, dan raad ik je aan om de Skinfood Light te kopen. Maar vooral voor 's nachts vind ik ook de Skinfood crème zo fijn. Omdat hij zo dik is, voelt het echt ontzettend verzorgend. En wat staat er verder op? Oh ja, hier staat ook oprecht op dat hij voedend is. Deze is wat meer hydraterend. De Skinfood Light. Die gebruik ik dus vooral na het douchen. En de voedende crème gebruik ik vooral 's nachts. Maar ja, experimenteer vooral wat voor jou fijn is. Tot zover mijn review over de Skinfood producten van Weleda. Ik hoop dat je iets aan hebt gehad. En ik ben heel benieuwd of je deze producten gaat kopen. Of misschien dat je er zelf al ervaring mee hebt inmiddels. Dan ben ik heel benieuwd wat jouw ervaringen zijn met deze producten. Dus laat dat zeker weten in de reacties. Mocht je dan niks van mij willen missen, volg mij natuurlijk op Instagram en abonneer op mijn kanaal. En ik zou het wel leuk vinden als je deze video een duimpje omhoog wilt geven als je hiervan hebt genoten. En als je misschien iets aan mijn advies hebt gehad. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je woensdag weer bij een nieuwe video. Tot dan, bye bye!